Dankjewel. Dankjewel. Het kruim van de Belgische Beaumonde begeeft zich op het krakende parket van de salons van de voorzitter van de Senaat, terwijl de jarige zichtbaar geniet van de aandacht en de kussen ter gelegenheid van zijn verjaardag en de boekvoorstelling. Altijd mooie meisjes wil ik haar een kus geven. Altijd mooie meisjes. Ik sta hier uiteraard wat bedremmeld. Maar ik grijp mij vast, sorry, aan mijn geloof. En dat is dus het geloof in het bestaan van parallele werelden. Ik geloof niet meer in het universum, maar wel in het multiversum. En er is dus momenteel een gelijkaardige zitting bezig in een ander universum. En daar ben jij in een andere versie. En in dat andere universum, tijdens die zitting, ben ik 51 jaar en vier ik het verschijnen van mijn 80ste. Men wilde ook een grote taart bakken. Een verjaardagstaart. Met 80 kaarsen. Maar ik ken ook uw budgettaire problemen, mevrouw. En ik heb dus een leeftijd bereikt waarop het aantal kaarsen op de verjaardagstaart meer kostte dan de taart zelf. En dat wou ik dus niet aandoen. Ik heb eens een boek moeten bespreken, dat was een thriller. De titel was De Klop op de Deur. Ik had echt geen tijd om dat te bespreken, laat staan om het te lezen. En ik stuurde een recensie terug naar het tijdschrift. En die recensie luidde als volgt. De Klop op de Deur door Peter Jansen. Boekbesprekende punt. Doe niet open.